Ik kan dat niet zo goed, maar het mij ziet er heel goed kunnen. Want zie je niet, ik maak er hier een beetje tandjes aan. Oh. En dan zien ze vroeger, dat is niet zo erg, jongen. Dan maak je de eerst maar op de mem en dan op de wal. Goed, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Kijk, dan kijk je maar eens goed. Want ik zit er overal. En is dat nou scherp? Ja, als het scherp is, ik weet niet wat. En je slaat hem precies op de kant ook, hè? Ja, ja, zeker. Ja. Ik dacht altijd dat ik slepen zit. Nee, dat waren boeren die dat doen, die niet kunnen horen. Deze, die wordt zo scherp als ze stil. Dat zeggen ze in horen al. Oh, ja, ja. Ja, dat is scherp, hè? Ja, ja. Ja, je ziet wat dingen al, ja. Is dat jouw hondje, Kees? Dat is mijn hondje, ja. Hé. Hey. Ja. Dat is zo gauw gebeurd, hoe ja, dat maar één keer te doen. Ze is niet zo heel bot hierachter nog een beetje bijwerken. Aan den hak. En doen ze dat nou nog? Ja. Of doen ze dat tegenwoordig anders? Nee, tegenwoordig. Dat blijft zo. Nee, zit. Zo gebeurt dat, hè. Zo. Nou ga ik even mijn witter vatten. En niet dan op een rok te maaien of een verhaver of een graan te maaien, kijk. Kostom wil je doen, hè? Ja. En dun. En kan daar nog iedereen mee maaien? Nee, die kan alleen. Kijk, kun het niet. Dat kan want gek kapt de wagen in de rug. Dat kan goed zijn. Nou gaan we maaien, bij de smoeder moet komen om te benen. Ik zal het even roepen. Kijk, dan. Moet je het roepen? Ja, doe ik wel even. Zo. Zo moet het dit naar veel groene gaat in moeten.
niet helemaal rijp. Nee, dat kan niet. Kreunen gaat erin hier tegen de kou? Ja, dat is niet wel. Maar wat brumpjes in ook. Vatten, moeder. Slot, dan komt door de rog uit. En wat dan niet kapot dan hier? Dat gaat niet kapot, weten we dat is? Dat is een vel van de porring. Die gaan wij van de winter gevangen op de vin en gedreugd. Wat hebben we en de dat blijft toch zo sterk. Hè? Wat is dat dan? Een sterkje nog zien. Dat je weet wel dat Napoleon in Holland is geweest, ja, de Fransen. Ja. Toen zinnen de Fransen die zinnen, want die gingen bij de boeren van alles weghalen. En dan neiden die boeren met de vlegel op. He. En dan zinnen de vlegel. Dan zinnen die Fransen een houtje aan een houtje gebonden. Is een wapen des duivels. En daar zinnen ze wel in het Frans. Ja. Maar als ik dat in het Frans tegen jou zeg, versta ik het toch niet. Hey, nou, zou ik eens beginnen te dorsten. Maar ik gaat dat zo uit dan? Denk er maar uit dat ik hem niet rook. Ja, die ziet opspringen. Voor dat die kleine mannen.
die ook maar eens kijken. Hoe, hoe? Ja, zal ik een beetje opschudden. Ik ga het wel opschudden. Met de grafel. Deze broek gaat allemaal gewend? Ja, dit is allemaal gewend. Ja, maar een machine, hè? Nee, zeker niet. Zo ging dat. Hey, moet je dit doen, dat programma allemaal alleen doen? Ja. Ben je niet hier? Ben je hier een eikker? Nee, dat is echt. Maar mijn man is hier. Kijk eens, hij is er nog niet helemaal uit. Kijk dan maar dit. Met een vogel. Zie je dat? Met een vogel. Ja. Een beetje water erop. Turf zeker, hè? Ja. Hier zit toch een turf zeker? Ja, hij is er. Zit hij hier? Ja. Gaat er wel eens laten zien. Zo, Kees, het is goed. Hij moet eens, nee, moet eens kijken hoe scherp dat is. Zeker, ja, zeker. Kijk, zie je, er zitten hier die twee vleugels al, maar dan zie je het dadelijk wel, he, dan die snijden zeg, dan zo. Hoe ben je eruit gekomen? Die turf af. We gaan turven, hè? Oké. Okay. Kijk, hier liggen er nog wel, want ik heb het pas ook nog eens gedaan. Zit er niet? Ja, dat is turf, dat is heiturf. Hè. Die staken de meeste vroeger, dus jij zult het dadelijk wel zien. En die stokten ze dan onder de schaal, in het open vuur, zou ik zeggen. Hè. Want nou stok het allemaal. Dat geeft niks, dat brandt allemaal, dat dreugt op en dat brandt als lier. Maar hij is allemaal vroeger aan de mensen niet zoveel hout als nou en schoon hout. Nee, want ik heb nooit gezien. Kijk, nou zou ik het laten zien dat ze dat in. Kijk, dat schupje, dat is vlijmscherp. Ja. Dat hebben we net gezien met slijpen. Ja, ja, ja. Nou, en dan. Oh, dat stikt toch hartelijk aan de ene kant. Ja. Kijk, en dan heb ik hier een turf. Zet hem hier zo weer neer, dan kan die weer dreugen. Zie je niet, dat is allemaal veenmos en zoiets. Ja, ja, ja. En dat dreugt dan. Hè. Dat is hij turf. Daar moet je uitkijken. Anders dan doet het kruis uit de broek steken. Hè? Daar waren die boeren vroeger allemaal zo'n groot kruis uit de broek. He, daar kwam van turf steken. Ik heb het nooit gezien. En dan schoot hij ooit zo weg en dan schoot hij die broek zo open. Ja. Dat je makkelijk schipje daarvoor. Ja, dat is ervoor gemaakt. Hè. Ja. Maar je ziet wel. Dat is een mooi werk, is, Kees. Ja. Toch is het ja makkelijk, als je het zo ziet dan, hè? Ja. Kijk. En er zit geen zand aan, hè? Nee, dat moet er zien te voorkomen, hè? Ja, er zit geen zand aan. Je moet dus alleen de turf hebben. Je vegetatielaag hebben. Ja. Kijk nou wat we zagen, hè? Dus je hebt helemaal geen zand aan, hè? En hebben ze hier al wat vroeger meer turf gestoken? Deze zijn allemaal turfvelden. Ja. Vroeger had iedere boer die had een turfveld en een heiveld. Ja. Want die hei had die nodig om die meiden niet af en dan strooiden ze de koei mee, hè? Ja. In de potstal. En deze gebruikten ze om op te stoken. Maar nou nog wat. Zijn ze vroeger hier ook afgestoken? Ja. Dus dat groeit weer aan. Dat groeit weer aan.
deze is al heel dikwijls afgeturfd. Hij zit nog vast, Kees. Kijk, hij is maar een kleintje. Kijk. Ik denk dat je dan anders kan dan ook, dat je dat hem niet zo diep moet steken. Dat moet zeker kunnen. Ik ben hier niet helemaal los. Zo. Oh, kijk, dat is aan. Nou weer een. Wanneer een schone dekje toe is. Maar je ziet wel. En bleef dat nog lang liggen in deze kast? Het is een hels leven, hè? Mijn naam. Dat bleef niet zo lang liggen, hè? Nee? Nee. Was de gauw opgebrand? Ja, maar als ze dan in de kachel stopte, ja? Dan moesten ze die ook allemaal tot stukken kappen. Oh, ja, ja. Later ja, in de platte buis, in de oorlog. Zo. Die daar wordt de muuk van, Kees. Dat geloof ik goed, ja. Weet je dat? Die kist van rek is mooi, hè? Ja. Kijk. Want deze grond, daar groeit je weer bij. Ja, maar weet je wat er maar eerst komt? Ja. Er komt eerst. Dan moet je laten zien. Zonne dan. En deze is nou met een hoek. Die is afgeturfd geweest, hè? Ja. En daar staan die rode plantjes, dat is allemaal zonnedal. Deze hebben we. Dat is allemaal zonnedal. Ja. Zie je dat niet? Nee. En dan komt er ook weer beenbreedte groeien, maar die is uitgebloeid. Die kunnen niet zo goed meer zien. Hier sta je uitgebloeid een beenbreker. Deze. Dat is ja, dat. En weet je waarom dat ze dat zo noemden? Beenbreker? Ja. Nee, hè? Kijk, ze haalden altijd die turf van die velden af. He. Ja. En dan werd die grond ontzettend arm. En dan kwamen dus die zonnendauw en deze beenbreek en snavelbies en zo te groeien. Dat kwam op schrale grond dan? Ja, die was heel mager. He. Ja. En dan, als ze dan hier ook nog eens een keer weer vee opjoegen, als ze veel aarde in je hand, kalfjes of schapen of geiten. Ja. Dan braken die de benen, omdat die grond zo mineraalarm was. Ja. Maar daar kreeg dat bloemke de schuld van. Deze? Dat bloemke, maar dat bloeit heel mooi in de, Zomer. Er komt een bloemke aan ook? Ja, komt een heel mooi bloemke.